Welkom bij De Garde van Gert. Vandaag kook ik met een man die u waarschijnlijk kent van op Njam. Of u kent hem misschien omdat u ooit al eens bent gaan eten in zijn geweldige restaurant in Gent dat ook meteen zijn naam draagt, Michael Vrijmoet. Michael, ik zie dat je al iets hebt gedaan. Wat gaan we maken? We gaan een tomatensalade maken, maar waar we mee beginnen, dat is met een pesto. We gaan een basilicum pesto maken, iets dat iedereen kent. Wat is er zeer belangrijk? De basis voor onze pesto, de pijnboompitten. Je ziet, die zijn ongeroosterd. Ja. Maar heb je dat net geroosterd als je dat... Die een... Ja, super. Noodachtige smaak komt ook naar boven als hij kort in een pan... Geen olie erin doen, gewoon in een pan of... Maar ze zijn nog niet bruin of zo, hè? Zo net... Nee. Zijn kort lichte warmte had een beetje geroosterd. Dat is meer dan genoeg. Wat we ook bij onze salade gaan doen, iets dat ik zeer lekker vind, is een tomaat. Als je een tomaat afgekruid hebt, heb je er zout op gedaan. Die jus die uit die tomaat komt. Ja. Een goede boterham in uw jus doppen. En dat is zalig, maar daar hebben we goed brood voor nodig. En goede tomaten. Een goede tomaat. Dat mag gewoon in een oven, kwartierken ongeveer. Jij moet er iets waar je zelf hebt... Ja, dat is brood dat wij zelf... Een lichte decem die we maken daarmee. Oké. Okay. Spelt en roggen. Hopla. Maar dat kan uiteindelijk met brood van bij de bakker ook. Hè? Uiteraard. Voor de mensen thuis. Je moet het niet allemaal zelf bakken. Een lekker brood. Ja. Tomaten, Michael, is echt super lekker, maar er zit wel heel veel verschil in tomaten. Hè? Ja, een tomaat, wanneer is een tomaat lekker? Dat is een tomaat die je zo kunt induwen en riekt het ook. Bepaalde, dat is voor mij bepaalde persoonlijk... soorten tomaat. Die, oh, deze, ik zou denken, oh, die is al plat, maar dat is goed. Dat is het beste dat er is, vind ik persoonlijk. Een tomaat vanaf als het te hard is, is eigenlijk totaal niet rijp, vind ik. En echt lekker is het niet. Dat is een pink tomato, dat is een teler in Nevelen die ongelooflijk lekkere tomaten maakt. Allee, kweekt of teelt. Waar we eigenlijk altijd mee werken. Maar en voor een goede tomatensla ben natuurlijk alles met een goed product. Dan zijn een goede tomaat. Maar wel eerst onze pesto maken. Onze pesto hebben daarvoor nodig. Pijnboompitten. In een vijzel? Een vijzel, ja, je kunt ook in een mixer doen. Hè. Je kunt het allemaal glad mixen, maar vind ik zeer belangrijk bij een pesto dat je nog altijd stukjes hebt. En dat moet daar een structuur in zitten. Een pesto moet geen mayonaise-achtige saus zijn. Zeker voor hetgeen dat we gebruiken. Ja. Dus wat doe je erin? Een goed handje pijnboompitten. Basilicum staat bij u, anders moet je mij een blaadje of 15 geven. Een beetje loofdoek erin. Ja, ik ben ondertussen druk aan het tellen. Hè. 15, dat zijn er geen 14. Hè. Nou, we moeten kijken naar 15 grote blaadjes. Dat zijn 20 kleintjes. Dus, We zijn nog maar net begonnen in de stress. Nee, maar ja, slaat al toe in de keuken. Just, ja. Maar look zelf, hoeveel doe je erin? Het pesto zelf. Dan mocht er genoeg look in. Wat je ook kunt doen, als je die looksmaak zelf te sterk vindt, ja, hier zo'n teentje look, dat is uiteraard wel sterk. Wat kunnen we wel doen, dat is een hele bol look gewoon koken in water. En als die gekookt is, dat veel zachter zijn van smaak, gaat ook niet die... Ja, maar ja, is dat niet net de smaak die zo lekker is? Ja, natuurlijk, maar voor sommige mensen is dat soms storend. Hè? Die scherpe smaak van die look. Ik vind dat persoonlijk zeer lekker, hè, maar... Allee, we hebben soms het kan wel mensen... storend zijn in een pitasaus om 3 uur 's nachts en als je daarna direct in je bed kruipt. Dan kan... Nou, dat is meer morgens vroeg dat dan... Ja, dat kan als je naar beneden gaat, hij komt terug boven naar de kamer en dan... Ja, dat zijn... S'avonds nog altijd diezelfde geur, maar het is wel lekker natuurlijk. Oh, zo lekker, ja. Ik wou dit zien. Vroeger, als ik een pita ging eten, s'nachts bestelde ik altijd en kreeg ik 1 kommetje. En dan gooit me de 8 op onze pita. Ja. Maar... Vroeger, toen dan nog... waren we al fijnproevers. Ja, ja, toen je nog jong was. Ja. Zo lang geleden. Ja, wel, vorig jaar was je nog de beste jonge chef. Hè? Dus dat geeft toch aan dat je nog als jong gepercipieerd wordt, niet? We zijn nog jong en dynamisch. En omringd door allemaal jonge mensen. Ja. Nu staan we een zeer tof team in het restaurant die het zeer... Zeer goed doen. En als team doe je het ook in een restaurant. Een restaurant is meer dan een chef alleen. Hè. Dat is van in de zaal tot en met een afwasser. Iedereen is uiteindelijk belangrijk. Het is cliché, maar toch is het wel... Het is gewoon zo. Hè. Het is, Dus u bent een zeer goede baas.
We zullen eens een enquête doen in het restaurant binnenkort. Zonder woorden, zonder woorden. Ik heb er een beetje citroen bij gedaan. Doe er een beetje olijfolie bij. Maar allemaal een beetje uit de losse polsen. Weg. Kun je er eigenlijk iets echt verkeerd? Kun je dat niet mee doen? Nee, uiteindelijk is het iets dat op smaak doet. Uiteindelijk is het iets... En als je achteraf ziet dat die te lopend is, dan kun je nog wel... Dan doe je er een beetje pijnboompitten bij. Ja. Peper en zoutje erbij. En dan is het eigenlijk gewoon... Vijzelen. Je kunt er ook een beetje parmezaan bij doen. Of een andere kaas. Goh, uiteindelijk is het op smaak. Hè. Is het, kijk. Krijg je dan ook een soort binding op een gegeven moment? Voor de smeuïge pasta, dat is toch de bedoeling. Hè. Maar het is wel zeer lastig natuurlijk, dus hert. Doe maar. Ja, maar dat is, ik heb natuurlijk het volledige carrière om... Om dit te doen. Vooral niet stilvallen. Als je nu stilvalt, dan is het helemaal kapot. Nee, dan is het allemaal voor de vuilbak. Het is natuurlijk even erg als een mayonaise. Hè. Als dat niet snel genoeg gaat... Ik geloof het. Doe maar voort ondertussen. Dus we hebben onze pesto waar we onze tomaten mee gaan afwerken. Dat ga ik ook maken. Het is eigenlijk een soort piment mayonaise. We vertrekken van de mayonaise die ik gemaakt heb. Een goede basis mayonaise. Neutraal van smaak. Maar die kan ook eventueel... uit de potten komen, hè? Ja. Ja, dat zou kunnen, nee, maar mensen thuis denken dan om te komen. Ik vind persoonlijk een goede mayonaise, als je dat zelf maakt, die vol van smaak is, waar de verse eieren voor gebruikt, zeer moeilijk is dat niet. En uiteindelijk is dat ook iets dat je maakt en dat je bewaart. Dus op zich, en wie heeft er in zijn koelkast geen mayonaise staan? Waarom zou je dat niet zelf maken? Dan denk ik altijd. Ja, maar toch, ik begrijp dat mensen soms denken. Tuurlijk, een gebrek aan tijd, maar ja, misschien ook een gebrek aan goesting soms. Ja, dat is persoonlijk, hè. Dus we hebben onze mayonaise, wat doe ik er nog bij? Geconfijt citroen, wat is geconfijt citroen? Ja, zeg Michel, wat is een geconfijt citroen? Wat is een geconfijt citroen? Ja, leg het eens uit. Lessen. Dus we vertrekken, zeker in de wintermaanden, als je december, januari, dan zijn die citroen echt op zijn best. Allee, vooral de Zuid-Franse citroen van, of Italiaans, Menton. Hij ziet dat zelf ook, die citroen zelf. Dat is een zeer dikke schil. Ja. Wat doe je daarmee? Gaat die bijna doorsnijden. Dus dat is bijna tot het einde dat je die doorsnijdt. En we gaan die vullen met grof zout en suiker. Maar weet, op een kilo zout doe je 100 gram suiker. Gemengd dat samen, gaat ze daar een, gaat die citroen helemaal vullen. Wat gebeurt er natuurlijk met dat zout? Al het vocht wordt onttrokken uit je citroen. En eigenlijk wordt je citroen, als je dat ziet, dat is gewoon gegaard. Hè. Dat is uiteindelijk... Maar dat dus het is niet dat je dat vlees er hebt uitgesneden of zo? Dat is... Nee, dus we doen dat zelf. Hè. Ja. Hier ons vluchtvlees zelf, dat hebben we eigenlijk niet nodig, die pitten ook. Ja. Het is echt de zesde die je nodig hebt. Maar het is vooral, ja, als je denkt aan contrast, als je iets zoets hebt, dan gaat het zuur. En als je iets bitter hebt, dan gaat het iets zout. Dus uiteindelijk, als je dat geconfijt hebt, gaat dat zodanig in balans zijn. Maar eigenlijk moet je dat gewoon een keer zo proeven. Ja, dat wil ik eigenlijk wel. Zeker in de Noord-Afrikaanse of ja, Marokkaanse keuken is dat iets dat zeer veel gebruikt wordt in tagines. Maar ik vind dat persoonlijk, het is zeer scherp. Maar het is... Het is niet iets om zo te eten. Nee, je gaat niet zo eten, maar als je dan een mayonaise gaat toevoegen, als je dat in een gerecht daarmee afwerkt, is dat... Waarom doe ik dat nu bij die mayonaise? Ik ga er een beetje snijden. Een beetje fijn snijden en platstampen. Waarom? Maar... Omdat we echt een mayonaise krijgen die wel scherp is. Maar je hebt daar echt niks mee gedaan voor de rest. Hè? Dat is volledig de, nee, dat de is echt schil gewoon... van de citroen die eigenlijk heel mals geworden is. Heel, Ja, die is echt gegaard. Hè? En er zit daar niets van vocht niet meer in ook. Maar het is met niks te vergelijken. Hè. Kun je niet zeggen, het is hetzelfde als een soort als citroensap of zo. Het is veel... Nee. Ja, het is wel Het is wel geconcentreerd natuurlijk. Ja. Hè. En je kunt dat kopen ook, maar persoonlijk vind ik dat nog altijd het beste. Wat doe je daarmee? Als je die citroenen hebt, heb je die ingelegd. Een stenen pot, kunt die een maand gewoon kamertemperatuur zo laten confijten en dan bewaar dat in je frigo. Een ideaal eindejaarsgeschenk ook. Uiteraard. Je kunt dat maken, kost niet veel. 15 kilo citroenen. Alsjeblieft. Maar welke confijt. En iedereen wordt zeer blij. Of toch niet. Het is een zuur geschenk. Ja. Dat wel. Is dat hier goed of moet ik hier nog... Dat ziet er goed uit. Prachtig, hè. Maar uiteraard een keer proeven, is het lekker? Dat moet je mij niet zeggen. Ik ga die paten van die citroen bij mijn mayonaise doen.
Ik zou daar nog wel zout bij doen, maar goed. Ja, dan moet je dat zeker doen. Ik ben iemand die graag veel zout heeft. Allee, redelijk. Moet genoeg zijn, hè? Ja, goed. Straks is dat veel te zout natuurlijk, maar ja, goed. Ja, dan ben we gewoon weer helemaal opnieuw. Hè. Het is niet erg, maar dan is het gewoon weer helemaal opnieuw beginnen. Dan moeten we volledig alles weggooien. Ja. Zo, onze confit citroen is bij onze mayonaise. Wat doen we nog? Piment. Wat is piment? Gedroogd poeder van gerookt piment. Dus de rode peperkjes die we kennen, die gerookt zijn. Doe daar een punt bij. Het zijn geen heel straffe pepers. Hè. Het zijn geen... Het is niet dat we van die kleine, vurige peperkjes dat we hier met de tranen in de ogen gaan staan. Nee. Maar dat is ook niet nodig. Doe je er wel bij een beetje curryketchup. Curryketchup gewoon zo van het frituur? Zo. Gewoon zo. Mm. Niet meer of niet minder. Waar heb je leren koken, Michael? Sorry? Waar heb jij leren koken? Goh, ik ben eerst naar de taalschool gegaan. Een beetje klassiek parcours in Kokseide. En dan patisserie gedaan in de Groene Poort. Een beetje een bakkerijschool die we... Maar ik ook zeer blij dat ik dat ook gezien had van desserts, iets wat ik nog altijd zeer graag doe. Dat ook zeer veel. Ik vind persoonlijk ook als restaurant, het is zeer belangrijk van begin tot einde. En een dessert is ook, dat moet een goede afsluiter zijn. En zeker in een menu, dat moet iets zijn dat ook top is. Top is dat de mensen gaan bijblijven van... Ik heb altijd gehoord dat het allereerste wat je moet krijgen, dat de mensen dat omver moet blazen en het allerlaatste. En wat ertussen zit, dat is niet belangrijk. Doe maar iets. Dat er echt een truc is een beetje in een restaurant, dat ze echt het allereerste dat je zegt, wauw, dat is onwaarschijnlijk. Maar het belangrijkste is gewoon dat het even belangrijk is. En denk gewoon als restaurant dat je moet proberen om altijd een constant te hebben in alle gerechten. En dat je geen hoogtes en laagtes hebt. En natuurlijk, smaak is natuurlijk iets relatiefs. Hè. Soms ga je het niet graag... Ik weet niet, leuk, peper. En een andere persoon vindt dat de max. En dat is soms... Nee, maar ja, het is een beetje zoals de zanger. Die heeft ook hits en liedjes waarvan hij weet dat ze niet slecht zijn, maar dat de mensen ze toch net iets minder graag horen. En het is, ja, tuurlijk, het is eigenlijk een soort optreden wat je geeft als je naar een restaurant gaat, toch? Hè? Ja. Maar voor ons, om de 2 maanden is dan een nieuw menu en nieuwe gerechten dat wij maken. En dat is wel... Je gaat de seizoenen volgen en je gaat de producten gebruiken die op dat moment op zijn beste en daar moet je iets goed mee maken. Dat is wel... Hij wil niet 2 keer hetzelfde doen, dus het is altijd wel een keer... Je maakt het proeven en nadenken. Je maakt het jezelf graag mogelijk, Michael. Dat is ja, maar het moet een uitdaging blijven. Hè. Dat is ook hun drive. Hè. Zo, onze mayo. Ik ben er zeer tevreden over, zie ik. Dat is ongelooflijk lekker. Gert, proeven. Iets zeer simpels, maar lekker. Top. Ongelooflijk. Niet met de woorden uit de mond. Je kunt het. Voortgaan. Bijna. Doorgaan. Wat gaan we doen? Hij mocht een bord nemen. Ja. En we gaan die tomaten in tranches snijden. En toch al licht marineren. Anders moet hij dat doen. En in wat gaan we die marineren? Jawel. We gaan er olijfolie, dragonnel zijn. Zeer puur. Hè. Ik vind persoonlijk een goede tomaat. En ik snij ze puur mogelijk uit. Van het kopje naar het... Ja. Allee, bedoel, zo. Niet zo, hè? Nee. Zo, maar misschien nog het beste... Het gemakkelijkste is eigenlijk een tandmes, hè. Een tandmes? Aha. Maar niet te dik. Niet te dik. Toch. Ik zal het even voortonen. Het moet perfect hetzelfde zijn. Ze zijn inderdaad redelijk sappig, hè? Ze zijn top. Oeh, wacht. Ik heb niks gedaan. Michael is wel een van de strengere chefs, moet ik eerlijk zeggen. Ja, en Hert is wel een van de... Mindere leerlingen, maar goed. Leerlingen, ik zeg. Nee, we gaan die mayonaise, die piment-mayonaise, gewoon onderaan het bord. En eigenlijk moet je die schijven daar... Gewillig op draperen, eigenlijk. Op die crème. Ondertussen dat brood. Hoe lang gaat dat in de oven zitten? Dat brood mag nog een minuutje in de oven zitten. Ah, nog een minuut, ja. Dus leg ik alleen in het midden van dat bord nu die tomaten? Moet echt gewoon die crème worden helemaal belijmen. Ja, okay. Met die tomaten. Ik ga een beetje een dragon snijden daarvoor. Maar we zijn eigenlijk al het bord aan het dresseren, hè, op deze manier toch? Ja, maar we gaan... Allee. Er is één deeltje van ons gerecht, maar we gaan ook nog een sapje, een cocktail maken voor daarbij. Aha. Ook op basis van tomaat, komkommers. Ja, eigenlijk gewoon een heel fris drankje gaan maken.
Ik heb daar vodka zien staan, of is dat niet voor deze bereiding? Nu heb ik speciaal voor u, maar moest het moeilijk hebben, Gert? Nee, zo werk is het nog niet. Hier nu. Zo, dragon. Gaan we gewoon fijn snijden. Dat lukt, Gert? Kijk, met mijn beperkte mogelijkheden. Je moet daar ook niet te veel van verwachten, hè. Als de verwachtingen dan niet te hoog gespannen zijn, dan kan het allemaal... Het ziet er wel zeer goed gesneden uit. Dank je wel. Voilà. Ja, het kan echt niet beter. Nee, dank u. Ik moet hierin voortgaan. Dat is duidelijk. Dat is echt top gedaan. Ik kan me inbeelden dat je nu de drang hebt op de vraag of dat ik wil komen helpen bij Vrijmoed. Ja, natuurlijk. Maar we zullen het misschien straks nog een keer over hebben, Gert. Nu, ik ben geen goede kopen. Hè. Ja. Ik zeg dat liever direct op voorhand. Ja. Dat je ging. Ja. Hè? Alles heeft zijn prijs, hè? Het is, voilà. Gert. Kwaliteit. Kwaliteit moet betaald worden, zo simpel. Ja, 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 ja. En zo. Proper. Proper ook. Maar focus is heel belangrijk, Gert. Ja, ja. Dus tomaten die jij perfect gesneden hebt. Ja. Olijfolie heb ik erbij gedaan. Een tomaat mag een beetje peper hebben. En uiteraard een beetje fleur de sel. Nu, het ziet er nu al lekker uit, hè? Het is ook lekker, hè? Maar het begint bij een goede tomaat. Hè. Je moet gewoon een goede rijpe tomaat hebben hiervoor, anders is dat ook gewoon niet lekker. Dragon doe je erbij. En... Het brood moet eruit. Ja. Strak is dat zwart, is dat helemaal aangebrand. Nee. Ho. Perfect. Prachtig, prachtig. Ik heb zelden zo'n brood gezien. Goed gedaan, Gert. Dank je wel. Laat het even afkoelen. Die pijnboekbitten die ik nog over had, wat ga ik ermee doen? Gewoon licht breken. Ik ga er een beetje overstrooien. En eigenlijk is dat klaar. Onder het motto, meer moet dat niet zijn. Meer moet dat niet zijn. Dat is eigenlijk een heel eenvoudig gerecht, maar het water loopt mij letterlijk in de mond. En ik ben niet zo'n grote tomatenman, eigenlijk. Maar goed. Wow. Maar nu ze zo mooi gesneden zijn, verandert dat natuurlijk volledig de zaak. Hè? Ja, volledig mee eens, Gert. Zo, wat gaan we doen? Misschien eerst een keer mijn bank een beetje opkuisen, want... Ja, ik wilde het niet zeggen, maar het wordt wel... deze kant is echt clean. En daar... Ja, precies, Gert heeft natuurlijk ook al het meeste gedaan voor het gerecht. De tomaat gesneden. Dat is geen probleem. Wat hebben we nodig? Een tomaat. Dus nu gaan we een soort drankje maken. Ja, wel, uiteindelijk is het een beetje een afgeleide van een Bloody Mary. Bloody Mary kennen we wel, dus tomatensap. Ja. Waar we dan het Worcester, Tabasco gaan aan toevoegen. Maar ik had zoiets van... Ik vind het ook perfect. Wacht, nog een rijpe tomaat hier. Oh, ik heb hier nog tomaten waar al zo wel wat mee geknoeid. Dat is ideaal om te gebruiken. Aha. Wat gaan we erbij doen? Ik ga er een beetje komkommer bij doen. Dat we eigenlijk meer een groentedrankje hebben. Uiteraard doen we er wel een beetje vodka bij. Ah, zie je wel. Ik had hem al zien staan, dus ik... Gaat dat geroken, dat is toch iets. Ik zie selder liggen ook. Ja, selder doen we erbij. Selder, zeker een groene selder, zeer fris. Dat we erbij doen. Wat je wel nog mocht doen... Ik zeg hier, mijn gerecht is afgewerkt. Dat is hier een beetje schalten, zeer fijn snijden en snipperen om over ons tomaatje te doen, juist op het laatste. Zeer fijn. Oeh. Maar echt zeer fijn. Ja, oh, anders, het gaat van een fijnheid zijn. Anders kun je het niet gebruiken. Zelden vertoond in Vlaanderen. Doe je best. Ik doe mijn best. Ik heb helemaal geen stress. Maar de vraag is, is jouw best doen goed genoeg? Ah, dat is natuurlijk... dat zullen we pas weten op het einde van het dit programma. Ik niet. Ik wel. Begin ik zelf opnieuw? Of komt het goed? Ben je streng in de keuken, Michael? Normaal? Ik bedoel, onder normale omstandigheden? Ik denk dat ik... Wanneer zijn de strengen? Denk ook als je iets op een bepaalde manier wilt doen en er moet iets op een bepaalde manier op bord komen, dan moet het ook altijd wel zo zijn en een bepaalde kwaliteit die we altijd zelf moeten nastreven. Maar, nee, maar mijn medewerkers die. Zo van die scènes van de chefs die dan die mannetjes helemaal uitschelden en ben je zo iemand? Goh, ik denk dat dat ook niet echt nodig is. Hè. En, dat gebeurt toch nog altijd? Goed en veel communiceren ook zeer veel kunt zeggen. En dat probeer ik toch ook wel zeker te doen. Hè. Dus je wordt nooit boos?
Alleen maar als het nodig is. Aha, ja, maar ja, er zijn mensen die het heel snel nodig vinden natuurlijk. Ja, maar waar ligt die grens dan, Gert? Ja, ik weet het niet, maar het is een vraag. Maar we zouden ze eigenlijk niet aan jou moeten stellen, maar aan de mensen die bij jou in de keuken... Ja, we gaan nu even over naar restaurant Vrijmoed in Gent. En de vraag is, zouden ze dan eerlijk antwoorden? Dat is natuurlijk de vraag. Uiteraard, uiteraard. Kleine vraag, heb je een dunschil voor mij? Ja, tuurlijk. Man. Kijk, ik ga even uitpakken nu. Ik heb vier dunschillers. Mooi. Ja, welke? Rood, zwart? Ik ga voor een deze. Voor een zwartje? Dank u. Oh, kijk. Ik weet ook niet waarom ik er vier heb, maar goed. Ja, het ziet mij zodanig degelijk uit dat het ook totaal niet kapot krijgt. Nee. Het is zeer goed materiaal. Als je ooit gedaan hebt met die shallotjes, mogen mij ook nog wat blaadjes basilicum geven om hier in de blender een blaadje of... Over zestal blaadjes mogen erin. Zestal blaadjes. Ja. En middelgroot? Middelgroot, ja. Middelgroot. 6A8, Gert. 6A8, dat vind ik al moeilijk. Hè. Dan doe ik er 7. Ja, dus is dat vingerspitsengevoel. Hopla. Ja, goed zo. Voilà. Goed, en ik ga nu zeer verfijnd een beetje van die zeer fijn, extreem fijn versnipperde shallot hier. Dat is... goed uit, En ze zijn allemaal even groot. Ik heb ze echt op maat gesnipperd. Zeer goed gedaan. Zo, onze komkommer is erbij. Selder blaren heb ik erbij gedaan, basilicum. Doe er nog bij, dat is onze vodka. Ja, vodka dat zelf, dat mag wel een goede scheut zijn. Ja, dat is, maar dat is toch voor een paar porties, hè, wat we nu aan het maken. Ja, daar gaan we sowieso wel een paar glazen van kunnen nuttigen. Maar... Worcester doen we erbij. De saus met de onuitspreekbare naam. Hey? Worcester. Worcester. En Tabasco. Tabasco zelf, ja, dat is medisch op smaak. Hè. Voor mij persoonlijk, ik ga er niet mee overdrijven. Ik vind... Een teveel is te sterk en dat overheerst totaal. En dat is voor mij persoonlijk niet nodig, maar kom. Wat doen we er nog bij als laatste? Dat is selderijzuid. Wat is dat eigenlijk? Ja, zuid geparfumeerd met... Selderij gedroogd. En zeker met onze selderblaren, tomaat. Zit er eerst ook straks een deksel op, Michael? Nu ook al gewoon zo even... Nee, maar het is een gouden tip. Bedankt voor de tip. Nee, maar graag gedaan. Voilà. Als jij nog een zeefje hebt, zou dat ideaal zijn. Een wat? Een zeef om het door te steken. Oh, man. Zoiets? Dat is perfect, Gert. Perfect. Ik had nu wel verwacht dat het iets roder zou zijn. Ja, ik hoor je niet. Ja, dat dacht ik al. Ik had verwacht dat het iets roder zou zijn. Ja, dat is door het mixen natuurlijk. En dat wordt ook wel iets... Maar aangezien dat het nu voor... De kleur valt me een beetje tegen, Michael, maar goed. Maar we doen er een beetje kleurstof bij. Het is ook om de smaak te doen. Het gaat hem inderdaad niet om de kleur, maar om de smaak. Hè. Als we iets hebben om dat te passeren, dan heb je iets van een... Ja, wat had je gedacht? Een maatbeker anders. Maatbeker. Is dat niet de rechtssalade? De rechtssalade? Een maatbeker. Ja, hier, de maatbeker. Zie je wel, de rechtssalade. Ik heb er zelf verschillende. Ik vind maar dit, de linkse, ja. De deze, ja. Mooi kaliber. Dank u. Toch eerste keer proeven. Hoe komt dat nu zo bruin, zie? Onze Worcester. Selderblaren. Oeh. Het is pittig. Maar... Ik ben blij dat er niet te veel tabasco in zit. Ja. Dus op uiteraard kan dat ook maken door... Die komkommer maakt ook dat wat kleurt, hè? Maar komkommer in een centrifuge doen en het pure vocht gebruiken, want nu is het natuurlijk wel wat dikker. Nu kunnen we ook met wat er overblijft in het
Zeef je iets aanvangen, Michael? Is dat, Ja, maar dus normaal gezien, als je dit maakt, kun je dat even gewoon een uur laten uitlekken en dan het vaste deel blijft bovenaan. Maar eigenlijk, het belangrijkste is hetgeen dat we nu hebben. Maar wat is de bedoeling? Dat we een, soort, een beetje een borreltje... Een pittig borreltje om bij de tomaten nuttigen. En eigenlijk kun je dat gewoon op het gemak laten uitlekken dat we de jus hebben die... Hebben we een glaasje? ...sterk genoeg is. Het zou wel leuk zijn, Arie, kijk eens hier. Ja. Zoiets? Ja, hè. Of moesten we een keer elke glaas kennen, maar het is ook leuk geweest om dat te proeven? Ja, kijk, dat is mijn glas en dat is uw glas. Ah ja, oké. Okay. Voilà. Dat is geen probleem. Maar ja, doe er eentje voor de presentatie straks misschien. Ik zit hier nog met een de geweldige pesto waar heel veel werk in gekropen is. Ja. Dus die mogen we niet vergeten. Die gaan we op onze tomaten slaan. Een lepel nemen en eigenlijk moet je dat gewoon verdelen. Hop. Je hebt het hier afgewerkt. Ja, je moet ja. Toch een keer weten dat dat wel in orde is. Zout, 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 zout. Nee, het is niet waar. Het is echt niet waar. Nee, dat is goed. Je mag daar gewoon een beetje verdelen op die tomaten. En ik zal het brood snijden en eigenlijk zijn we klaar. Oh, fantastisch. Brood zelf. Waar is dat mes gebleven? Oké. Okay. Een zaagmes, ja. Mag genoeg zijn, ze. Met andere woorden, het is te weinig. Ja, maar geduld. Ik vind het mag ook een beetje esthetisch verantwoord zijn. Ja, het is prachtig gedaan. Dat is hem. Dat is het. Voilà. Hier is hij. Wacht, we gaan er zo eentje bij zetten. Hè, zo. Voilà. Hoe heet het? Ja, het heeft eigenlijk geen naam. Hè. Een pittige salade van tomaat. Een pittige salade van tomaat met een... Pesto. En een gevaarlijk drankje. Ja, voilà. Dit was het. Heel eenvoudig gerecht, maar het ziet er super lekker uit, super fris uit. Ik wens u er heel veel succes mee als u het thuis zelf gaat proberen. Maar als u niet meer weet wat we net allemaal hebben gedaan, dan kunt u dat nakijken op njam.tv uiteraard. Veel plezier ermee en graag tot de volgende garde. Dankjewel, Michael. Ik kan, ik kan een beetje drinken. Hè. Dat is toch iets pittiger dan dat ik ben gul geweest met Tabasco.